Ik zeg, en ik zal het nog vele malen zeggen, dat er op middelbare leeftijd veel mogelijkheden zijn, maar dat de kansen klein zijn. Wat bedoel ik hiermee? Ik bedoel dat er veel mogelijkheden zijn voor jou om gezond te zijn, gelukkig te zijn, productief te zijn, nieuwe projecten te doen, nieuwe doelen te vinden. Maar die kans is klein omdat de meeste mensen met veel onopgeloste problemen aankomen, zich verzetten tegen wat wel en niet had kunnen gebeuren, klagen over de jongere generaties, het gevoel hebben dat ze ontheemd zijn, verbitterd raken, omdat ze de rimpel zien, veel gebreken hebben die ze niet willen corrigeren, zodat ze ondraaglijk worden. Ze bekritiseren, ze klagen, ze zijn dramatisch. Dus die persoon die in werkelijkheid van die levensfase zou kunnen genieten, maakt het bitter voor zichzelf en maakt het bitter ook voor de mensen om hen heen. Het is dus mogelijk, heel goed mogelijk, om van de tweede helft van je leven een kunstwerk van te maken. Maar jij moet wel de kunstenaar zijn. Het is niemand anders die jouw schilderij komt schilderen. Dat canvas dat jouw leven is, zet jij zelf de kleuren erop. Gewoon, pincet.